Onze opdracht is zorgen dat zoveel mogelijk mensen op tijd aangifte doen en belasting betalen. En dit doen wij door kennis over de psychologie toe te passen in de praktijk van de Belastingdienst. Dit is Lisa Luzink. Haar opdracht was duidelijk toen ze in 2009 als pionier aan de slag ging bij de Belastingdienst. Gelukkig kregen we veel vrijheid en we werden de speedbootjes genoemd die op verkenning moesten voor die grote olietanker. De Belastingdienst digitaliseert, maar op dit moment worden er jaarlijks toch nog zo'n 150 miljoen brieven verstuurd. Daar even iets in veranderen bleek nog niet zo makkelijk. We zijn in de Prinsstraat van de Belastingdienst waar 150 miljoen brieven per jaar verstuurd worden. En zoals je ziet is dat niet makkelijk. Het zit heel ingewikkeld in elkaar. Als je een heel klein dingetje verandert, ja, dan verandert alles helemaal mee. Dus we konden niet zomaar iets veranderen hier. Dus we moesten klein beginnen. Dat is eigenlijk de belangrijkste les die we geleerd hebben. Klein maken en dan bijvoorbeeld voor een bepaald project een brief te gaan aanpassen. Toen een Amsterdamse boekhouder voor 6000 particulieren valse aangifte had ingediend, toen werden wij gevraagd om te zorgen dat die mensen informatie gingen aanleveren. De respons op de verstuurde standaardbrieven was 62%. En dat wilde Lisa en haar team verhogen. Daarvoor hebben we een brief aangepast met technieken uit de psychologie. Die werken op onbewust niveau. En de eerste techniek is autoriteit. We hebben de staatssecretaris opdracht laten geven, dus dat expliciet gemaakt. Want we kijken, wat zegt de autoriteit? Dus de leraar van vroeger en de man met de witte jas, de dokter met de witte jas, dat is een autoriteit. De tweede is sociale bewijskracht. We kijken naar anderen om te zien wat de bedoeling is. En de derde techniek die in de brief zat was wederkerigheid. Voor wat hoort wat. Als mensen moeite voor ons doen, gaan we moeite terug doen. Dus we zetten dat in door expliciet te maken. Om het u makkelijker te maken, hebben we een retour-envelop bijgevoegd en een speciaal nummer geopend. En die drie technieken samen vormden de gedragsbrief. Dit leidde uiteindelijk, die drie technieken, tot 72% respons. Dus we hadden 10% verschil effect met alleen het toevoegen van technieken. Dus een kleine interventie met heel groot effect. Het gedragsteam ging ook aan de slag met een groep ondernemers die minimaal 3 keer geen aangifte hadden gedaan. Deze ondernemers nabellen of bezoeken bleek veel werk te zijn. Wij zijn gaan analyseren hoe dat nou er eigenlijk uitzag. En het bleek dat als ze bij die mensen thuis kwamen, dat daar echt hele stapels ongeopende blauwe enveloppen in de gang lagen. Dus welke brieven de Belastingdienst ook stuurde, daar moest iets gebeuren om die ondernemers te triggeren toch aangifte te gaan doen. Daarom ging Lisa onderzoeken hoe ze dit gedrag kon beïnvloeden. De start van ons werk is altijd de analyse en dat begint met het formuleren van doelgedrag. Wat wil je eigenlijk bereiken? En heel vaak krijgen wij het vraagstuk, ondernemers zijn zich bewust van de regels. Bewustwording, intentie, hele mooie doelen allemaal, maar eigenlijk wil je gedrag bereiken. En daarom doe ik altijd een soort toets van, kan je een foto maken van het doelgedrag? Nou, vind ik het lastig om hier een foto van te maken. Wie zijn die ondernemers en hoe laat je zien dat iemand zich ergens bewust van is? Daar kan je geen foto van maken. Bijvoorbeeld horecaondernemers die verzuimd hebben, dienen alsnog hun aangifte in. Hier kan je een foto van maken. Je ziet voor je dat een ondernemer aangifte aan het doen is. Als je weet wat je wilt bereiken, is het tijd om met de analyse aan de slag te gaan. We zien dit eigenlijk als een soort knoppenmachine. Aan welke knoppen kun je draaien om het gedrag te bereiken? En we onderscheiden 4 hoofdknoppen. Mogelijkheden, motivatie, normen en weerstanden. En om daar inzicht in te krijgen, gebruiken we eigenlijk 3 bronnen. We spreken met medewerkers die dus bijvoorbeeld naar die ondernemers toe gaan. We spreken met de ondernemers zelf en we kijken in de wetenschap. En we hebben bijvoorbeeld de knop mogelijkheden. Zijn mensen eigenlijk wel in staat om het gedrag te vertonen? Nou, in dit geval die ondernemers waar die blauwe enveloppen vol stapels in de gang lagen, die hebben hun hoofd helemaal vol. Motivatie. Onderscheid je interne en externe motivatie vanuit jezelf. Maar die mensen wilden wel graag weer overzicht. Maar aan de andere kant is het echt niet leuk om aangifte te doen. En motivatie van buiten. Worden mensen beloond of bestraft? Nou ja, hier kregen ze wel boetes. Maar ja, die mensen die hadden dus al die stapels met boetes. Dus die boetes maakten ook niet meer zo heel veel uit. Normen. Dat is de sociale en de persoonlijke norm. Het hoort wel zo dat je je post openmaakt. Dat is wel de norm. Dus mensen voelden zich wel een beetje ongemakkelijk. Dan tot slot de weerstanden. En vanuit de psychologie onderscheiden we 3 onbewuste weerstanden. Dat is dus niet een rationele weerstand, maar meer iets wat mensen wel willen, maar niet in beweging komen. En een voorbeeld daarvan is inertia. Dat is dat mensen eigenlijk onzeker zijn, er als een berg tegenop zien. En hoe krijg je die nou toch in beweging? Dus dit is samengevat eigenlijk onze analyse, de knoppenmachine. En wij zijn vervolgens gaan kijken, waar moeten we nou aan gaan draaien om dat gewenste doelgedrag te gaan bereiken? Als je dus die analyse gedaan hebt, dan is het tijd voor het creatieve proces. En dan ga je bedenken, hoe vertalen we al die dingen die we geleerd hebben tot een interventie?
En wij hebben in dit geval dus de post-it bedacht. De blauwe envelop, daar hebben wij een post-it op geplakt. Het gaat dus om die groep die allemaal blauwe enveloppen heeft liggen. En die post-it trekt sowieso de aandacht. Maar wat er nog meer speelt, is dat er ook wederkerigheid speelt. Want het werkt alleen als je echt moeite voor iemand doet. Dus wij hebben moeite gedaan. We hebben namelijk 200 van die post-its geschreven voor dit onderzoek. Je moet er wat voor over hebben. En we schreven op die post-it, denkt u aan uw aangifte, dank u. En die plakten we dan op die blauwe envelop. En daardoor hadden mensen en het gevoel dat er iemand moeite voor ze had gedaan. Het trok de aandacht. En het bleek dat mensen daardoor sneller aangifte gingen doen. Maar niet alleen voor de brieven zijn er ideeën, aangezien de Belastingdienst steeds meer digitaal gaat. Daarom zijn wij momenteel bezig met een onderzoek hoe we de eerlijkheid kunnen vergroten in de aangifte. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat het uitmaakt waar de handtekening op het formulier staat. Hij staat nu altijd onderaan. Je hebt alles ingevuld en dan zet je je handtekening of je het eerlijk hebt gedaan. Eigenlijk best onlogisch, want als dat meteen aan het begin staat, dan vergroot je de kans dat mensen eerlijker zijn. Het concept eerlijkheid komt dan allemaal onbewust in je hoofd en je verbindt je aan dat eerlijk zijn. Commitment noemen we dat. Dus door de handtekening bovenaan te zetten, vergroot je het aantal mensen dat het formulier eerlijk invult. Wil je ook aan de slag met gedragsverandering? Dan heeft Lisa 3 tips. De eerste, pas op voor het ivoren toren effect. Je wil dat wat je bedenkt echt werkt in de praktijk. Dus wij vormen altijd een dynamisch team met mensen van de werkvloer die er echt verstand van hebben. De tweede tip is check alles continu. Ik ben zelf een perfectionist en dat is in dit vakgebied ook echt wel nodig. Zo hebben wij een keer gehad dat een enthousiaste medewerker onze hele onderzoeksgroep heeft verrast met een brief over hun schuld. Dus die mensen die schrokken, die wisten wel dat er iets zou komen, maar nu vlak voor de kerst kregen ze een brief met de hoogte van hun schuld. Dus eigenlijk ontstond een grote paniek en wij konden onze meting niet meer doen en die medewerkers hadden ook geen kerstvakantie meer. Dus blijf altijd alles goed checken. En de laatste, de derde tip is geef ruimte voor creativiteit en dingen te proberen. Toets het in een kleine groep, maar probeer eens wat anders te doen. Anders blijft het bij hele kleine dingen toepassen. Maar als je echt wil vernieuwen, moet je ruimte geven voor creativiteit.